U kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Er trekken wat wolkenvelden over ons land. En in het zuidoosten komen als eerste opklaringen voor. De wolkenvelden zijn slecht te zien op de satellietfoto. En dat geldt ook voor de opklaringen. Maar die opklaringen breiden zich in de loop van de dag langzaam maar zeker wel noordwaarts uit. Misschien dat dit plaatje iets te enthousiast is. Want de wolkenvelden kunnen hier en daar behoorlijk hardnekkig zijn. Maar niet in het zuiden, want daar schijnt de zon vanmiddag gewoon volop. 7 of 8 graden wordt het. Het waait zwak uit de zuidelijke richting met windkracht 2. En vanavond blijft er wat dat betreft ook weinig verandering. We hebben te maken met opklaringen, temperaturen van 2 tot 4 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt de wind sterker, wordt kracht 3 tot 5, dat is matig tot vrij krachtig. De zon heeft meer ruimte in het noorden, in het zuiden schijnt ze flink, in het westen neemt de bewolking langzaam toe en tegen de avond zou er in Zeeland een spatje regen kunnen vallen. Ook zaterdag en zondag vooral in het zuiden soms, een klein beetje neerslag maar het stelt niet veel voor. De zon doet ook mee en de temperaturen liggen zaterdag nog rond 9 graden, zondag is de graad of 7 dat is ook maandag de temperatuur, en dan lijkt de kans op neerslag weer iets groter. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl